zeker. Het ziet er raar uit, maar ik had echt geen kousen dat ik me niet aan verwacht. We zijn bij een nieuwe video. Ik ben zo net opgestaan en ik ga jullie meenemen hoe ik mijn ontbijtje maak met de Herbalife producten. Ik heb dus de producten van Herbalife. Dit zijn de producten voor de shake. Dit is de formule 1. Dat is dus de voeding. En dit is de proteïne plus melkvervanger. En dan heb ik zo een beker met zo'n bal erin. En hier kun je dan ook je poeder mee doen of je medicatie. Je mengt dit trouwens met water. Ik ga even mijn water pakken. Ik gebruik gewoon water uit de winkel. En dan doe ik 250 milliliter water. Want vandaag ga ik hem niet drinken uit de beker. Maar ga ik hem eigenlijk wat dikker laten doen zijn. Omdat ik het eigenlijk ga eten met de balken erin. En dan doe ik eerst deze erin. Twee van deze scheppen vol. En dan daar een. Dan nog één. En dan doe ik deze erin. De proteïne, de PDM noemen ze het. Daar doe ik één schep in. Ik heb gelukkig alles besteld wat ik nodig heb, want deze is bijna leeg. Met deze kom ik nu ongeveer 2 maandjes toe. En met zo één kom ik ongeveer 1 maand toe. Doe het deksel erop. En dat ze doen om morsen. En nu gaan we shaken. Eenmaal dat dit nu shaken is, pak ik er een kommetje erbij. En dan ga ik eigenlijk gewoon de shake hierin gieten. Juist opletten dat het balken niet meegaat. Dan schep ik ook het laatste beetje eruit. Dan pak ik een beetje crunch. Wat ik ook nog graag doe is zo wat fruit erbij. Dus nu ga ik frambozen pakken. Dan ga ik de framboosjes. En dan zien we een beetje er zo uit. Smakelijk! Ik heb net mijn thee klaargemaakt van Herbalife. En ik kreeg ook al de vraag van op hoeveel graden dat ik dat doe. Dat is ongeveer 90 graden. Ik weet het niet 100% zeker. Ik voel er gewoon aan. En als ik voel van het heeft een bepaalde warmte, het is niet echt super heet, dat ik mijn mond zou verbranden, dan ofwel laat ik het soms gewoon nog iets langer, ofwel zo doe ik het er net af. En dan giet ik het er gewoon in. En nu, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het komt een beetje rook af. En nu is dat ja, wat warm. Ik doe het ook in een beker dat eigenlijk gewoon echt een thermos is. Dus blijft het dubbel zo lang warm. Want ik kreeg de vraag hoe ik het deed, want omdat bij die persoon het gewoon mislukte. Plus ook, ik doe er 1 schapje in en dan twee van die dopjes van aloe weer erin. Dus ondertussen, tijdens dat dit aan het koken is, ga ik jullie tonen wat er binnengekomen is gisteren. Ik heb onder andere in mijn pakket van Herbalife, dat ik gisteren heb toegekregen, deze voedingshake erin gekregen van ja, vanillesmaak, formule 1. Dan ook de proteïne, de PDM. Dus dat is eigenlijk ook de melkvervanger. Dan ook een andere smaakje, de framboos. Daar was ik eerst mee gestart, dacht ik. En dan ben ik overgestapt naar citroen. En ik drink ze alle 2 graag, maar ik wil gewoon afwisseling hebben. Dan, dit is echt nieuw voor mij. Dat heb ik nog geen ervaring mee. Maar sinds vandaag ben ik daarmee gestart. Dat is eigenlijk een milde vezeldrank. Dat zorgt er eigenlijk voor dat de vezels dat je nodig hebt ook binnen hebt. En dit drink ik nu 's ochtends en ook eentje 's avonds. Ik heb gisteravond al eentje gedaan. Want ik had het gevraagd. En dan heb ik nog deze, de aloe weer bijbesteld. Want daar kom ik 1 maand mee toe, als ik het goed heb uitgerekend. Want ja, je doet dit in thee. In 1 liter water doe je van die 2 schepjes. En dan doe je zo van die 4 dopjes. En je kunt ook toevoegen aan, ja, aan dit, dacht ik, om je smaak te lekker te maken. Of gewoon aan je water, om je waterdoel te bereiken. Zijn ze nog een keer op een rijtje. Dus de theepoeder, dan de aloe, dan de voedingshake, de formule 1. Dan de proteïnedrank, dus dat is de melkvervanger plus uw proteïnes. En dan de vezeldrank. Dit heb ik gisteren binnengekregen. Maar nu ga ik kijken voor mijn bus op te zoeken. En dan ga ik eenmaal vertrekken en dan zie ik jullie in de fitness. Hopelijk dat het niet te druk is, maar het is zaterdag.
Dus ja, het zal wel redelijk druk zijn, want het is weekend. Hey, welkom bij een gymvideo. Ik ben gestart met cardio en dan heb ik ook nog de trappen gedaan. En dan heb ik mijn squats gedaan, dan de leg press, dan de hip thrust. En hier heb ik dus mijn persoonlijke record gehaald en mijn gezicht ziet er echt niet uit. En dan heb ik ook nog deze oefening gedaan. Ik kan juist niet op de naam komen, want het is de eerste keer dat ik deze oefening had gedaan. En dan heb ik ook nog mijn ab workout gedaan. En deze ab workout duurde ongeveer 15 minuten. Maar ik heb niet alles gefilmd. Als je graag een volledige workout wilt zien, laat het weten. Ik ben net uit de fitness. Het is echt gewoon kei donker om te filmen. Maar ja, het zal een stukje te voet worden, want de bus komt maar pas over een uur. Dus ja, het zal te goed worden. Maar ondertussen, ik weet niet of je het goed had kunnen zien, heb ik mijn proteïnereep. Het was vandaag een leg day. Mijn legs en mijn quads are burning. Dus dat is een goed teken. Helemaal, het is nu dinsdag. Ik heb een halve dag moeten werken, dus nu vroeger. En nu ben ik onderweg naar het beautycenter hier op het dorp. Want ik ga mijn wenkbrauwen laten doen. Voor de eerste keer heb mijn brows. Dus ik ben benieuwd, maar ik ga jullie meenemen. Als start zijn ze begonnen met mijn wenkbrauwen te epileren. Waar ze nu aan bezig is, was mijn beste kant. Hier had ik amper zeer. En waren ze gewoon bezig gaan met de juiste vorm te geven en bij te knippen enzovoort. Voordat ze echt de henna erop gingen doen. En hier zie je dan de ene kant hoe het resultaat al is. Dit is nu hoe het nu is. Dit moet nu 25 minuten inwerken. Ziet er raar uit, maar trust the process. Maar nu ga ik mijn proteïnejoghurt opeten dat ik zelf heb gemaakt van gewoon Alpro met de proteïnepoeder van Herbalife met frambozen en dan van de chocoladebolletjes als toppings, maar ik heb ze al gemengd. Dus dit ga ik niet opeten. Ik heb nog een superleuk pakketje binnengekregen van Fitwear. En deze ga ik nu unboxen met jullie. Ik zie al door de zakjes wat het is. Ik heb ze kasten. Dan, dit is de legging van stel ik. En dit de sport-BH. Ik heb mij in mijn hoekje gezet en nu ga ik dit samen met jullie unboxen. Als eerste is dit de legging. Gewoon een basic zwarte legging met hier hun logo op. High waisted. Ik kan niet wachten om dit eigenlijk echt gewoon op te dragen samen met dat topje. Dan zie ik het al door de pakjes. Mijn kousen, want ik had echt geen kousen, allee, deftige kousen om aan te doen tijdens het fitnessen. Want ik zie super vaak meisjes eigenlijk gewoon hun kousen zo over een legging doen. In plaats van dat er zo onder te steken. Dus nu heb ik ook gekozen met daarop gewoon fit. En nu kan ik dat lekker ook doen. Want ik had ja kousen met bolletjes op en vonkjes dat we nog allemaal. En dat kon mij niet echt spelen tot nu. Voor naar de gym te gaan. En dan heb ik ook deze sport-BH. Ik heb ze ongeveer hetzelfde model gekozen dat ik ze ongeveer draag. Dit was dan van Fitwear. Dan heb ik ook nog een ander pakketje binnengekregen van The Body Shop. En dit is namelijk een samenwerking. Dus hier zal ik nog een video over posten. In totaal heb ik vier productjes gekregen. En dit is voor als je je dag start. Dus eigenlijk voor een get ready with me. Dus dan gaan we dit ook hier toepassen. Ik ga nog een keer bekijken hoe en wat. En dan zullen jullie het ook wel zien. Ik sta zo net op en het is gewoon aan het sneeuwen. Look. Dit had ik me niet aan verwacht. Ik ben nu ondertussen al terug bij mijn vriend zijn thuis. En ik heb mijn make-up nog aan, maar die zal ik zo dadelijk afdoen. Ik ga hier denk ik gewoon de video bij afsluiten. Alsjeblieft bedankt om te komen kijken. Hopelijk vond je het super leuk. Als jullie graag nog meer willen weten over Herbalife. Of als jullie graag echt een full-on workout willen zien. Laat het zeker weten in de comments. En dan ga ik dat keer naar bekijken. En dan ga ik kijken wanneer ik het eens kan toepassen. Laat het zeker alsjeblieft gewoon weten in de comments. En bedankt om te komen kijken. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dit nog niet gedaan hebt. En ik zie jullie graag terug bij een volgende video. Bye!